En ik moet zeggen, het is meer dan alleen foto's. He, de illusie is de illusie van de goochelaar, die ja, meer dan alleen zo'n kunstje doet. Je kunt er dadelijk getuige van zijn. Mark zal een van de fotografen uit het boek. En zal ik nog iets laten zien? Ik moet dus nu mijn even ook, ja. En ik moet zeker ook Edine Wijnands noemen, die alle teksten van het boek geschreven heeft. Oh, eigenlijk de auteur is. Maar nu geef ik graag het woord aan Edwin Wiekens, de goochelaar. De volgende. Nou, dan bij deze pak ik jou. Wat zal ik erover vertellen? Misschien een klein stukje waarom ik hier aan begonnen ben. Ik heb zojuist met René al een klein gesprekje gehad van. Die vroeg ook van waarom begin je aan zo'n project? Klein gesprekje. Klein gesprekje van een half uur. Diep interview van 20 minuten. Vijf affiches volgeschreven. En eigenlijk komt het voort uit het feit dat ik een uitdaging voor mezelf wilde. En terug wilde naar de reden waarom ik met fotografie bezig ben. En dat ik graag mooie beeldverhalen wil maken over mensen met een goed verhaal. Mensen die met ambitie in een vak aan het werk zijn. En daarvoor leek mij het vak van goochelaar illusionist bij uitstek een goed verhaal, omdat het een beroep is waar geen. René? Sorry. Een beroep is waar geen opleiding voor bestaat. Het komt echt vanuit, vanuit het feit dat een jongetje op zijn 6e of 7e, 8e, 9e verjaardag een goocheldoos krijgt. En daarmee aan de slag gaat en bevlogen raakt door de magie. En op een gegeven moment het even vergeet. Tijdens de puberteit denkt van, waar was ik ook weer mee bezig met mijn hobby? En zo ontstaan de behoeftes van goochelen. En de ene is er heel goed in en gaat ermee door. En eentje die er heel goed is Mark. Die moet ik vast een beetje bijhalen. Komt erbij, Mark. Mark, die heb ik gevraagd als een van de 7 personen die geportretteerd is in het boek. Omdat ik zijn verhaal interessant vond. Hij is naast goochelaar, heeft hij een computeronderhoudbedrijf. Zo mag je het noemen. En dat toont ook een beetje aan hoe het vak in elkaar zit. Dat je niet 100% in het diepe stap zegt van nou ben ik goochelaar en ik ben succesvol. Nee hoor, het is gewoon ondernemerschap. Je moet daar gewoon hard voor werken. En de wijze waarop jij werkt vind ik heel mooi. En dat wil ik graag ook met de NMS straks laten zien. Wat mag jij laten zien? Edine wil ik ook even bij betrekken, want je staat lekker verstopt. Maar kom er even bij, Edine. Voor de mensen die jou niet kennen. Die heb ik gevraagd als collega van de Stem om verhalen te schrijven over degene wat ik gefotografeerd heb, de passie en daar de verhalen in huis. En misschien kun je iets over de verhalen, wil je iets over de verhalen vertellen? Heel kort. Heel gepassioneerd. Ja, ze zijn heel gepassioneerd. Ja. Nou, ik wil één quote, die lees ik wel vaker voor, die wil ik eigenlijk wel even uithalen. Die komt van Quintus de Paarse Goochelaar. Dat illustreert wel heel mooi eigenlijk hoe zoiets kan ontstaan. Dus even bladeren waar staat. Pagina 44 geloof ik. Ja, de pagina. De pagina. Quintus die komt uit een gezin waar zijn vader als goochelaar gewerkt heeft. En die omschrijft het volgende. Even kijken waar die staat. Mijn vader was goochelaar. Thuis oefende hij onze nieuwe ex op ons uit. Ik keek ademloos toe hoe hij munt door de tafel liet te zijn. Ik snapte er niks van. Hoe doe je dat? Vroegen wij aan vader. Vader zegt, kan je het geheim bewaren? Ja, zei hij, dat kon er wel. Zegt vader, ik ook. Nou, dat is een beetje hoe de goochelaarsgilde in elkaar zit. En dat spreekt me heel erg aan. En ik wil eigenlijk gewoon jouw kunst laten zien. Laten doen. Dankjewel. Zo, dames en heren, mijn naam is Mark en ik wil allereerst beginnen met u allemaal even iets dichterbij te halen. Wat ik wel leuk vind om mee te beginnen eigenlijk is de foto die hier achter staat, je kunt er niet omheen. Ik kwam hier binnen en ik kreeg ineens allemaal blikken toegeworpen van hey, dat ben jij? Ja, dat ben ik. En wat ik mooi vind aan die foto persoonlijk, dat is dan een dingetje naar Edwin toe, is dat ja, voor mij straalt alle illusie ervan af. Het enige wat niet illusie is, is dat. Wat je daaronder ook ziet. Het werd net al heel mooi opgemerkt door iemand. En toen dacht ik, ja, dat is ook iets wat ik nog een keer moet laten verdwijnen. Maar dat. dat terzijde. Wat je daar ziet op die foto is eigenlijk een moment van een lezing die ik geef voor goochelaars en vakgenoten.
En daarbij leg ik het een en ander uit. Dat is ook de enige plek waar ik dingen uitleg. Dus dat is op zich een ding. En wat je daar ziet gebeuren is een eeuwenoude truc. Het bestaat al jaren, duizenden jaren. En het is een truc afkomstig uit China, waar ik bijna de hele tijd mijn mond bij gesloten houd. Volgens veel mensen sowieso een illusie, dus op zich. Jij snapt hem. Oh, ik ben nog sneller dan ik. De laatste heeft zich een klein beetje mee bemoeid. Dus ik kijk wel mooi. Hou eens vast, die ene. Hoe heet jij? Kom staan voor je. Goed vasthouden met je gezicht naar de mensen. Dan kunnen ze je goed zien. Tel op tot drie. U telt allemaal mee. En dan gaat Robby het laatste stuk doen. 1, 2, 3. Applaus voor Robby. Jawel. Er zijn er altijd mensen en die balletje, balletje. Normaal spelen ze dat met drie van die bekers. En één zo'n balletje. Dan moet je uiteindelijk raden waar dat balletje zit. En dan win je je geld. Maar geloof me, niemand wint. Het zijn namelijk vliegensvlugge jongens en iedereen weet dat als je meespeelt dat je kunt verliezen. En dat werkt natuurlijk ook met dat andere balletje. Tik je er tegenaan, dan is hij gewoon verdwenen. Oh, sorry. Ja, het werkt niet altijd. Helemaal. Nee, is flauwekul. Ze liggen gewoon hier onder de beker. Maar dat komt omdat er een klein gat in die beker zit. Je ziet het bijna niet, tenzij je backstage staat. Kan het zijn dat je iets ziet, want dat balletje dat gaat er dwars doorheen. Dat doen we nog een keer. Ik kan me voorstellen dat u denkt, hoe gaat dat nog een keer? Langzaam. Dan gaat hij er dwars doorheen. Dat is net nu, hè? Dat zie je net zien, natuurlijk. Nog vragen, iemand? Nee, ik snap het. Ja? Weet je wat het is? Dus op het moment dat je hem wegstopt en je tikt tegen die beker, komt het balletje altijd weer terug onder de beker. Dat is het idee. Dus je stopt hem weg, tikt tegen de beker en uiteindelijk komt hij altijd weer terug onder de beker. Ik zal het nog één keer doen, in slow motion, want ik weet dat u denkt, hoe werkt het nou? Zag je het? Ja. Dat komt, als je er tegenaan tikt, dan komt hij er weer onder vandaan, zie je? Ik kan me voorstellen dat u denkt, ja, wacht even. Ik zie dat een aantal keer gebeuren, extra balletje. Wie dacht dat? Eerlijk zijn, handen omhoog. Een paar bescheiden mensen, maar ik weet dat er meer mensen zijn die dat denken. Ik gebruik inderdaad iets extra's, dat klopt. Alleen het is geen balletje, maar een aardappel. Nou ja, het werkt niet met één, het werkt natuurlijk met drie aardappels. Dank u wel. Met je neus naar het publiek, dat vinden ze leuk. Nee hoor. Nou, wel helemaal. Geen zorgen, ik niet. Even een vraag voor jou. Speel jij wel eens een spelletje kaarten? Nee. Dat is moeilijk, die moet ik hebben. Het is namelijk zo, ik heb hier een bekend kaartspel. Dit is een 52-delige spel, 52 kaarten. En ik wil jou vragen om deze kaart even door elkaar te schudden. Laat ze niet vallen, ze zijn net nieuw. Doe maar boven tafel dan. Ze trilt er een beetje. Zal ik het overnemen? Het komt goed, Nicolien. Het komt echt goed. Zoveel mensen zijn het niet, hoor. Nicolien, het is heel gemakkelijk. Zometeen ga jij één van die kaarten uitkiezen. En de bedoeling is dat je dan vervolgens met deze stift jouw naam op die kaart gaat schrijven. Maar laat die stift niet vallen, dat is een belangrijk detail. Want op het moment dat die valt, dan is die weg. En dan zit die hier achter je oor, dus je moet wel zien. Dat detail, maar wel belangrijk. Ga je achter deze kaart, ik mag hem zien, dat maakt niet uit. Iedereen mag hem zien. De harte zeven. Goede keuze, die is voor jou. Ga je gang, schrijf je naam op de kaart. Hierop? Ja, heel graag. Groot, duidelijk, dat iedereen het goed kan zien. En terwijl het gebeurt, zal ik u uitleggen, dames en heren, waarom dat nou gebeurt. De kaart van Nicolien wordt hierdoor een unieke kaart. Niet alleen in dit kaartspel, maar in de hele...
Dat kan ik ook achter mijn rug, hoor. Let op, van boven naar beneden zo. En terug omhoog. Maar je moet niet alles geloven wat ik zeg. Ah, Nicolien, jouw kaart. Een unieke kaart. Niet alleen in het kaartspel, zoals ik al zei. Maar in de hele wereld is er maar één kaart exact zoals deze. En op het moment dat... Dat is voor mij... Ik dacht dat ik snel was, maar... Nicolien, jouw kaart, jouw naam erop. Zometeen gaat jouw kaart ongeveer in het midden. En op het moment dat die kaart in het midden gaat... Ik hoop dat iedereen dit goed kan zien, want dit is wel echt close-up magic, zoals dat dan heet. Op het moment dat die kaart in het midden gaat, is het voor mij extra lastig om hem weer terug te vinden. Aangezien er ook maar één harte 7 is met jouw naam erop, in de hele wereld, kan ik van elke kaart een dubbele hebben. Van de klaver 4 tot de klaver 8. Nou, dat zijn allemaal klavers toevallig, maar van elke kaart... Behalve van de ruiter harte 7 met jouw naam erop. En aangezien die nu in het midden zit, kan die ook nooit naar boven springen. Je mag straks je vragen stellen. Ja, want anders dan weet eigenlijk iedereen hoe het werkt. Kan ik de kinderen 40 meter verplaatsen. Nee hoor, ik kan het hebben. Dames en heren, mag ik u hartelijk bedanken. Kijk rustig nog even rond. Mijn naam is Marken, tot de volgende keer. Dankjewel.